Voor Feyenoord onder 21, de derde competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. En die kennen we nog uit de voorbereiding. Toen speelden Feyenoord en ADO gelijk, 1-1. Doelpunt te maken destijds was Noval Bannis. En voor Rini Kole is het puzzelen geblazen. Nagenoeg de complete verdediging zit in de lappenmand. Onder andere Hal en Gunduz liggen heel het seizoen eruit. Een flinke aderlating. En als we dan even naar de opstelling kijken hoe dat werd opgelost, dan zien we dat onder andere Keanu Lond rechtsback wordt gezet. Lewis staat weer in het centrum. En naast de nieuweling Sondre Skogen, Smeulers linksback. El Bouchetaoui en Werman controlerend op het middenveld. Mikael Johnson op nummer 10. In de spits Vente. Ban is dus op de flank. En ook terug in de basis Abdel Belarbi. In de 11e minuut zet ADO Den Haag deze aanval op. Het is hier Severina die er vandoor is. Severina bedient hier Rottier en de voorsprong is voor de Hagenezen. 1-0, alweer vroeg op achterstand. De derde keer op rij dus voor Feyenoord onder 21. Goed tegendraads ingeschoten en troost volledig in de spagaat. Maar tevergeefs. En dan een kwartier voor rust is het weer ADO Den Haag dat aanzet. Alba Seva vindt hier Rieder. En als Severina hem laat lopen is het hier 2-0 voor de Hagenezen. Doelpuntenmaker is Mulder. En Feyenoord wederom op een grotere achterstand. 2-0. En dan moet Feyenoord komen. De hoekschop van Jordi Werman. En de boomlange Noah Lewis kopt hem richting de kruising. Maar Jori Schoonewald slaat hem uit de bovenhoek. En Feyenoord dus voor de derde wedstrijd op rij met een achterstand de rust in. En kunnen de mannen van Rini Kole net als vorige week veerkracht tonen. Toen knap over de streep getrokken, die overwinning in Twente. Kan dat ook hier in Den Haag op het plasticveld. Feyenoord komt een stuk sterker voor de dag in het tweede bedrijf met hier Noval Bannis. En hier in het veld gekomen Sven Zitman. Zitman legt hem hier terug op Mikael Turset-Johnson. Goeie actie, knappe actie, in de verre hoek geschoten. Mikael Turset-Johnson met zijn tweede goal voor Feyenoord onder 21. En wederom is het een aansluitingstreffer. Nog een keer terugkijken. En het lijkt allemaal zo eenvoudig. Gewoon opzij leggen en een keer die trekker overhalen. Mikael Turset-Johnson dus met de 2-1. Maar dan is het weer alle hens aan dek met hier een gevaarlijke uitbraak van ADO Den Haag. Het is Sam Stijn, 1-1 met Troost. En Troost doet het heel goed, houdt Feyenoord op de been. Houdt er wel wat klachten aan over, even de rug strekken. Maar kan verder, Tijn Troost. De indraaiende corner is van Jordi Werman. En weer Noah Lewis die het luchtgevecht aangaat. Hier is Zitman, brengt die bal terug. En uiteindelijk is het hier Mikael Turset-Johnson, maar de aanval strandt in de vangnetten. Hier, wederom Feyenoord in de aanval met hier Vente. Combinatie met Johnson. Goeie actie van Johnson. Maar zijn schot wordt gekraakt door Michael Mulder. En hier is de andere Mulder. Jonathan Mulder. Op links vrij Severina. Gevaarlijke voorzet van Severina op Stijn. Maar troost op de goede plek. En dan komt Feyenoord weer in de aanval. Met hier het doorkoppen van Dylan Vente. Bannis, Naujoks. En hier net in het veld Tosho Leek. Maar neemt die bal te ver voor zich uit. En hier is Jordi Werman. Vindt hier Noval Bannis met een knappe volley. Maar Schoonewald houdt die bal tegen. Maar Feyenoord blijft op jacht gaan naar die gelijkmaker. Met hier Noval Bannis weggestuurd op links. Normaal de spits, maar vandaag op links buiten. Schiet hem voorlangs, Noval Bannis. En achter Bannis zie je in het zwart gehuld een heel aantal geblesseerde spelers dus van Feyenoord. En ook assistenttrainer Koen Stam voelt aan dat de tijd nu wel echt begint te tikken. En als Feyenoord blijft aanzetten is het hier Jordi Werman. Maar zijn voorzet wordt weggetikt en Tosho Leek komt er niet bij. En dan wederom Feyenoord in de uiterste slotfase. Benny, combinatie met Leek. En dan uiteindelijk Leek met het schot, maar die is getoucheerd in het zijnet. Maar het slotakkoord is voor ADO Den Haag met hier Seedorf. Bedient hier Sam Stijnen met een subtiele lepel over Tijn Troost heen. Troost krijgt de vingertoppen er nog wel tegenaan, maar is niet voldoende. ADO Den Haag wint hier met 3-1 van Feyenoord. Feyenoord staat na 3 wedstrijden op 3 punten. En alleen nummer 1, NAC Breda, is nog ongeslagen. De eerste keer dat Feyenoord het kan rechtzetten aanstaande zaterdag op Varkenoord thuis tegen NEC dus. En die wedstrijd is live te volgen via het Feyenoord YouTube-kanaal.